grip. Zeker niet een 1, 2, 3'tjes. Bos, vrijvoeters, ik denk Robert Bos, chauffeur van dienst, in de proeftrek in de achterhalve ton sportklasse trucks. Ver zat naar rechts, maar in een proeftrek kun je nooit gediskwalificeerd worden. Groeit per trekker, toch even het respect voor die 100 meter en 2 centimeter. Twee deelnemers boven de 100 meter, sowieso finale. En hier opnieuw een proeftrek. Sleepwagen ietsje zwaarder. RL-truck. Onder het motto I have a dream. Here goes the neighborhood. En daar was het zeker niet onverdienstelijk. Maar hier de eerste keer voor de punten. JB Training zet daarmee de eerste afspoging gaat bestaan. Maar dat zal de afstandsmeting ons gaan leren. Hier de toeren van de Scaria, van Team Hendrix. De roffel van de V8. Gaat iets in de aandrijflijn in Haaskamp. Ja, Shave Power. En dan hebben wij daarna nog de demo's van Prinsen en van Vlastuin Agro. Gaan wij eerst eens eventjes rijden met de combinatie van Bentham. Ha, kerel. We kijken eerst even naar de vrachtwagen, dan gaan we daarna even praten, ja? Kies de boot samen versnelling. En een behoedzame versnelling, dat betekent dat je daarmee niet... Ga ik dat... Die net zo zoemt als dat hij schrijft, dan moet zijn vrouw mij eens bellen. Na een half jaar grondig gesleuteld hebben, was het de laatste week aardig stress om hem op tijd klaar te krijgen voor onze thuiswedstrijd. Maar vanmorgen 6 uur heeft hij gelopen. En alles vanmorgen nagekeken te hebben, zijn we dus hier klaar om aan te haken en te kijken. De drijf hebben zoals Evert Maassen, dan is dit eigenlijk een logisch vervolg daarop. Zo mooi, omdat hij zo mooi is. Hopelijk technisch nog onveranderd en dan zou die met de grote mee moeten kunnen. Hoe mooi is dit, jongens? Ho. Hangen, 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 hangen! Wekerom gaan wij met z'n allen in, pip, pip, pip! Met deze 1066 bezighouden ook afgelopen week nog test gedraaid bij Vloes en Battles. En dan die DAF van Bos, Robert Bos. Jongen, tot die in, heb je misschien net te weinig wielspin? Kun je praten over versnelling, kun je praten over vermogen. De andere kant is als de banden ietsje harder zijn, dat hij op het laatste stukje net niet hapt, maar nog op wielslipper overheen gaat. Dan kunnen we met die laatste stukjes erbij komen, jongen. En een truc. Aan
de deur van de afstand van Bos Veevoeders. Pebos, die Entrux hadden we van Tuil Nieuwaal. Die reden met een Iveco, die hebben een Volvo gebouwd. En een gedeelte van die oude Iveco van Tuil Nieuwaal vinden wij terug hier in deze Chefbauer. En dan komt er even een wat abrupt einde aan de trekpoging, maar zoals u kunt zien is dit een nieuwe